In deze video gaan we kijken naar 9 mm sneeuwkettingen specifiek voor personenwagens. Het betreft hier een 9 mm ketting en dat wil zeggen dat de schakelgrootte van de ketting 9 mm is. En dat is specifiek voor auto's die wat minder ruimte hebben achterin de wielkast. Nou, het betreft hier een handmatige ketting, dat wil zeggen er zit geen automatische spanherrichting op. We hebben het gespannen met een elastiek. Belangrijk is dus ook altijd even, als de ketting eenmaal gemonteerd zit, dat de dus even nagespannen wordt op het moment dat er ongeveer 200-300 meter gereden is. Nou, verder heeft deze ketting natuurlijk alle keurmerken, dat wil zeggen de TÜV-keur en de O-norm, dus in dat geval toegestaan in alle landen. Laten we nu eens kijken hoe we deze ketting snel en eenvoudig kunnen monteren. We gaan nu eens kijken hoe we de 9 mm sneeuwketting op de band gaan monteren. Nou, een paar belangrijke tips nog. Zorg ervoor dat je dat een keer geoefend hebt thuis, want op het moment dat je de sneeuwketting natuurlijk nodig hebt, zijn de situaties vaak verre van ideaal. Daarnaast, op het moment dat je gaat monteren en het sneeuwt, neem eventjes de automat mee uit de auto. Dan zit je in elk geval met je knieën droog op de automat. Nou, bij het monteren van de sneeuwketting, zorg er ook altijd voor dat de ketting natuurlijk knoopvrij is, dat de ketting goed vrij hangt. Als eerste gaan we de ketting achter de band langs brengen en dat doen we altijd met de uiteinde of het uiteinde wat kleurgecodeerd is. In dit geval het oranje kunststof. We brengen dat achter de band langs, we schuiven hem achter het wiel. Deze methode. En we zorgen dat hij dan lekker evenwijdig achter de band langs ligt. Nou, vervolgens brengen we de ketting omhoog en gaan we de kunststofring, de metalen ring, op de band aan elkaar zetten. Die haken we in elkaar. Zo, dus die kunststofring of die metalen ring zit nu aan elkaar. We zoeken nu het uiteinde aan deze kant, dit stukje vrije gele ketting en het kleurgemarkeerde haakje aan deze kant. En die gaan we naar elkaar toe brengen en die gaan we lekker kort aan elkaar zetten. Zo, op het moment dat die aan elkaar zitten, kan ik dus die stalen ring een stukje achter de band duwen. Lekker naar beneden brengen, zodat die goed op de wang ligt. De ketting aan de voorzijde ook, zodat die mooi symmetrisch aan beide kanten hangt. Zo, een kleurgecodeerde schakel is altijd de bovenkant belangrijk, dan hoef je de auto niet te verrijden. Dan zoeken we aan de beide uiteinden de rode ketting met het elastiek op en aan de andere zijde het katrol. Nou, daar brengen we de ketting doorheen en op het moment dat die ketting door dat katrol zit, kan ik hem eigenlijk al lekker een beetje gaan opspannen. Mag ik hem goed even aan trekken. Vervolgens zitten er verder op de ketting van die kunststof lipjes, kunststof ogen. Daar komt de ketting doorheen voordat we hem echt op gaan spannen. Dan kun je hem indrukken. Dan mag je hem ook al best een beetje aantrekken. De bovenzijde ook. Zo. En dan komt het afspannen met het elastiek. De bedoeling is dan dat je aan de overkant een plekje zoekt zodat de elastiek goed opgespannen wordt en de ketting lekker op spanning komt. Nou, in dit geval kijken we even. Hier is een mooie plek. Zo. Als ik hem daar aanhaak, dan zie ik al dat die ketting mooi opgespannen wordt. We zijn nu klaar om te gaan rijden. Maar zoals gezegd, het is een ketting die nog nagespannen moet worden. Dus op het moment dat je een 300 meter gereden hebt, stop nog even kort. Controleer dit elastiek nog even een keer weer. En op het moment dat je vindt dat deze niet genoeg meer op spanning zit, haal je hem eruit en haak je hem een stukje verderop aan de ketting, zodat de spanning weer oké is. En dan kun je er veilig mee op pad.